motherfucking life I lead. Shit. Hella motherfucking roadblocks and crooked cops. We still ride though. West side. I want money in large amounts. My garage full of cars that bounce. Moving my tapes in major way, cause every dollar counts. Busters is jealousy, half these niggas is pumps. They running off at the mouth till I fill it up with my pump. They jump my automatic, keeping wary while you fronting like you really badass. Nigga, you scary. I've been knowing you for years. We was high school peers. Junior high, I was itching to kill. And you was ready to die while you bullshitting niggas was dying and catching cases. Busting my automatics at motherfuckers in foreign places. Leaving no break, they see my face and they worry. Bitches dying in a hurry, still I ride. I'm never worried, Mr. Machiavelli tell me to ride. And I'ma ride, pick my enemies out the crowd. And motherfuckers die, it's not the way I wanna live. My nigga, it's how it is, homie got into a fight. Last night they killed his kids, in this life I live. People currency, get high off weed. Collect G's, make my enemies bleed. When you see me, nigga, holla my set. And watch him ride, outlaw motherfuckers till we die. In this life I lead, people currency, get high off weed. Collect G's, make my enemies bleed. When you see me, nigga, out of my set and watch him ride out. We zijn bijna klaar hoor mensen, we zijn bijna klaar. Ik ga nog zo snel mogelijk doorheen. Ik heb nog 5 boeken over. Nou, dit is ook een boek. Amazing Ideas. Maar ja, niet om te lezen hoor. Het is gewoon meer om je mooie, briljante ideeën op te schrijven. Heb ik gekregen van mijn ex. Heb ik nog steeds in de bek. Netjes onderhouden. Lang niet iets in geschreven, maar dat gaan we snel weer doen. Mocht mijn ex kijken. Ik heb er nog steeds, man. Ja, maar ik heb er nog steeds, man. Ik ga zuinig mee om. Ik ga zuinig om met mijn spullen. Nogmaals, thanks voor dat. Maar goed, volgende boek. Rien Broeren. De blauwe vogel. Nu ben je geen vogel. Oh, sorry. Schrijver is Rien Broeren. Even kijken. Ja, ik zie het verhaal hier staan. Mithiel en haar broer Titiel. Wat voor namen zijn dat? Mithiel, Titiel. Kimmas. Jannik is plain. Maar goed. Mithiel en haar broer Tito hebben kerstvakantie. Dat vinden ze helemaal niet leuk. Bijna iedereen is weg op wintersport. Ze gaan nooit op wintersport. Ze maken nooit iets bijzonders mee. Ze vervelen zich alleen maar 14 dagen lang. Nou, het gaat over dus jongere meisje, broer en zus. Die niet verhouden om kerstvakantie te hebben. Leuk boek voor de kids. Maar ik zou niet zeggen koop dit ofzo. Tenzij je wil weten wat er gebeurt met die blauwe vogel. Ja. Nog steeds. Back up in the back. Back up in the back. Back up in the back. You don't know nothing. Hou op man. Romeo, back up in the back. Back up in the back. Oké dan. Zo. Ik zie je. Romeo, back up in the back. Back up in the back. I see you. Uiteraard weet je nog steeds wat ze zeggen in de velden. Ja maar je weet wat ze zeggen in de velden. Je weet wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden man. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden man. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden man. Harry Potter, Mr. Potter, Harry Potter. Sorry. My bad. Als ik Harry Potter uitspreek, moet ik altijd met een beetje spreken, zo op de Engelse manier. Harry Potter en de geheime kamer. Mr. Potter. Harry Potter. Mr. Potter. Goed, ik ben klaar hoor. Schrijfster G.K. Rowling. Harry Potter en de geheime kamer. Volgens mij is dat deel 2. Ik weet niet eens meer waar het over gaat. Maar al die delen van Harry Potter, jongen, ik moet ze weer opnieuw kijken, man. Harry Potter heb ik altijd wel tof gevonden. Er zijn zoveel delen nu, ze zijn allemaal groot geworden. Harry, Hermeline en hoe heet die andere kill? Hoe heet die Ginger? Gooi jullie het even onder de reacties als jullie het weten. Ik ben zijn naam kwijt, man. Maar ze zijn groot geworden, man. Ze zijn nu mooie, veel delen. 8 delen of zo, of 9 delen. Of 7, ik weet het niet eens meer. In ieder geval, deze gaat over de geheime kamer en de verschrikkelijke vakantie die Harry Potter had ervaren bij zijn oom en tante. Ze gaan naar de tweede klas van Zwijnsteins Hogeschool, weet je wel. Ja man, Harry Potter is leuk. Ze hebben ook films natuurlijk, waar ik het net over had. Maar ze hebben ook gewoon boeken, van elk deel.
Het is maar wat je prefereert. Of de film, of het boek. Kijk maar wat je doet. Mm-hmm. We zijn bijna aan het einde gekomen, mensen. Het ene laatste boek. Het verhaal achter de hitserie Narcos. Voor de mensen die Narcos niet kennen, Narcos is een Netflix-serie over het leven van Pablo Escobar. Dit boek heet De Jacht op Pablo Escobar. Schrijver Mark Bowden. Dit is Pablo, mensen. De beruchte drugslord. Uit Colombia. Hij wordt omschreven als spannend door de New York Times. Indrukwekkend door de Times. En fascinerend door Sunday Times. Dus in dit boek, dit dikke boek. Stik man. Oh, noem het goed voor je houden. Ja man, stik man. In dit boek wordt het leven van Pablo Escobar omschreven. Gaan ze diep in de details. Wat er allemaal is gebeurd. In de jaren 80. In jaren 90. In jaren 70. Toen hij nog leefde, Pablo Escobar. Hij is inmiddels al dood. Sinds 93. 2 december dacht ik. 2 december 93 of 92. Ik dacht 93. Dat dacht ik even. Oh, dan moet ik even opzoeken. Let me keep this. Mm-hmm. Jullie zien het. 2 december 93. Ik had toch gelijk. Oh, die envelop gaat eruit. Daar was ik. Welke bladzijde was ik? Let me keep this. Bladzijde 39. Dus ja, ze gaan diep in op het verhaal. Ze gaan diep in het leven van Escobar, weet je wel. Die waarschijnlijk doet zijn zoon ook nog het verhaal. Want hij had een zoon, weet je wel. Het is best wel een indrukwekkend verhaal. Maar ja, er zijn natuurlijk veel meningen over. In principe wordt er ook aangegeven dat hij 2 december door het leger is neergeschoten. Zijn zoon zegt echter dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Je hoort zoveel verhalen over deze man. Zoveel. Maar ook van deze man kan je wat leren. Crimineel of niet, weet je wel. En dan bedoel ik namelijk op het gebied van lichaamstaal en hoe hij zo ver is gekomen, weet je wel. Hij heeft ook gewoon vertrouwd in zichzelf. Hij heeft ook niet gedacht dat hij zo ver zou komen. Neem niet weg. Of ik praat niet goed wat hij heeft gedaan. Zeker niet. Zeker niet. Maar wat ik je alleen probeer te zeggen, is dat je van iedereen wat kan leren. Goed of slecht. Je kan van iedereen wat leren. Zolang je maar goed oplet. Zoals ik al eerder zei. Zolang je pay attention. Want ja, je weet nog steeds wat ze zeggen in de velden. Ja man, je weet wat ze zeggen in de velden. Laatste boek. Laatste boek, mensen. Dan komen we weer tot het einde van deze boekenvlogs. Deze educatieve vlogs. Educatieve video's. Laatste boek. Winston Bogarde. Deze neger buigt voor niemand. Schrijver Marcel Reuser. Precies zo heet het. Winston Bogarde. Deze neger buigt voor niemand. Voor de mensen die Winston Bogarde niet kennen, is een oud profvoetballer. Gevoetbald bij Ajax. Welke clubs nog meer weet ik niet, maar dit boek heb ik gehad van mijn oom. Had het me in het verleden gegeven. Nou, wat was ik toen? 17 zo? 16? Ja, 17, 16 zo. Ja, ik kan me nog goed herinneren, ja. Ja, bijna 10 jaar terug, man. Dat gaat snel, man. In ieder geval, mijn oom had het boek gegeven. Ik heb het toen ook wel gelezen. Mooi indrukwekkend boek. Ik ga even een verhaaltje kort voor je lezen. We hebben het moeilijk als donkere mensen. Dat gaat al honderden jaren terug. Dat een donkere speler de finale van de Champions League besliste, was voor mij al in 1995 een memorabele moment. Vanaf zijn achtste wist Winston Bogarde één ding zeker: ik word profvoetballer. In deze neger buigt voor niemand lees je hoe een Surinaamse jongen, jongste in een gezin van 13 kinderen, alle weerstaande overwint en zich na onafhankelijkheid voetbalt. Alsof de armoede en de ellende van zijn voorvader hem daartoe verplichten. Overal waar ik begon had ik een achterstand. Overal. Omdat ik een zwarte ben. Dus we gaan diep in op de biografie van Bogarde. Wat hij heeft meegemaakt als jonge speler.
Hij speelde onder Van Gaal bij Ajax. Dus hij zat ook in het winnende team van Ajax dat in 1995 de Champions League had gewonnen. Oftewel de beker met de grote oren. Dat wordt diep in, opgegaan in dit, verhaal, in dit boek. Ook wel een mooi boek. In het verleden ook wel gelezen. Ik ben alleen vergeten een beetje hoe het ook alweer is afgelopen. Dus ja, dat zijn mijn boeken. Het zijn ze allemaal, man. Ik zou er net doorheen gegaan. Het zijn gewoon mijn boeken. Ik zou zeggen, kijk er maar naar. Ik kan altijd terugspoelen. Ik kan deze video altijd terugchecken. En bestel de boeken die ik je heb aangeraden. Bestel ze echt. Het doet echt wat met je. Gaat er financieel op vooruit. Met Rich Dad, Poor Dad, Denk Groot Word Rijk. Financieel ga je er op vooruit. Je gaat er persoonlijk op vooruit. Je gaat er mentaal op vooruit. Je gaat er alleen fysiek niet op vooruit. Maar spiritueel gezien ga je er ook op vooruit. Dat zijn 4 van de 5 elementen. Wat wil je nog meer hebben? Meer kan ik er niet van maken. Meer kan ik er niet van maken. Bestel die boeken. Lees die boeken. Check de reviews. Bestel gewoon die boeken. Het zijn niet voor niets bestsellers, weet je wel? Als je vooruit wil gaan in het leven, is het ook belangrijk om veel te lezen. Weet je, lees gewoon veel. Als je kunt kiezen tussen een film en een boek. Ja, je kan soms voor een film kiezen, maar niet altijd. Want in boeken staan ook veel gedetailleerde info wat niet in films wordt weergegeven. Bijvoorbeeld in Harry Potter, dat boek. Het verhaal wordt wel verteld, net als hoe het in de film gaat. Maar er wordt toch wel, ze gaan er toch wel wat dieper op in het verhaal. Er worden toch wel extra details vrijgegeven wat je in het boek, wat je in de film toch niet ziet. Weet je? Dus ja, kijk maar voor jezelf wat je gaat doen. Ik zou ze wel echt aanraden, die boeken, twijfel niet. Weet je, die boeken zijn niet zo duur. Al die boeken die je hier ziet, per stuk zijn ze 1 voor 1 onder de 30 euro. Sowieso. Heel veel ook onder de 20 euro zelfs. Een paar zijn misschien rond de 25 euro of 22 euro. Maar is echt een aanrader, joh. Je gaat er echt op vooruit. En je komt in een hele andere, wereld. Andere dimensies als je aan het lezen bent. Weet je, het doet toch wel wat met je brein. Je ontwikkelt je brein weer op een andere manier. Je komt weer achter nieuwe dingen. Bijvoorbeeld van die, die sterrenbeelden, weet je wel. Stel, jij bent een steenbok. Ja, je komt echt nieuwe dingen van jezelf. Oh ja, daarom reageer ik op die manier zoals ik nu reageer. Weet je, waarom reageer je zoals je reageert? Waarom doe je dat? Weet je dat? Je komt alleen maar achter nieuwe weetjes. Je leert jezelf steeds beter kennen. Het is alleen maar beter in het leven. We hebben maar korte tijd op deze aarde. Korte tijd. De fout die we met z'n allen maken, is we denken dat we tijd hebben. Ik ook. Ik denk het te vaak. Ik denk dat ik tijd heb op deze aarde, maar het is niet zo. We zijn hier niet voor altijd. We zullen hier niet voor altijd zijn. Het zal niet voor altijd zo gaan zoals het nu is. Zeker niet. Vooral niet in deze coronatijd. Het zal nooit zo blijven gaan. Zeker niet. Let op mijn woorden. Maar in de korte tijd dat we hier zijn, moeten we wel het verschil weten te maken. Weet je? Daarom, wees productief. Ook met die succesformule. Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar je moet het toch alsnog uitvoeren. Weet je? Linksom, rechtsom, je moet uitvoeren. Blijf achter je doelen gaan. Blijf achter je dromen aangaan. Doe wat je moet doen. Blijf executeren. Blijf aan jezelf werken, vooral in deze tijd. Werk aan jezelf, weet je, ontwikkel jezelf. Werk aan je immuunsysteem, krijg genoeg vitamine binnen. Alles voor een beter leven. Dat verdien jij. Je bent de topper, man. Heb je dat niet door? Je bent de topper. Gun jezelf dan ook het beste, alsjeblieft. Als je anderen het beste gunt, je beste vriend of je beste vriendin. Gun jezelf dan ook het beste, alsjeblieft. Vergeet jezelf niet. Doe me plezier en vergeet niet jezelf. En denk aan jezelf. Zo goed voor jezelf. Gun jezelf het beste alsjeblieft. Come on now. Come on now. Dit was weer de vlog. Damn, ik zit nu alweer op 6 minuten. Dat ik met je heb gesproken. Het gaat hard, het gaat hard. Misschien moet ik hem wel 4 delen splitsen. Gewoon deze totale vlog van mijn boekencollectie. In ieder geval was het zeker waard. Bedankt voor het checken. Leuk dat je er weer was. Go buy them books. Ga ze echt kopen. Zeker, ga ze echt kopen. Je gaat er geen spijt van krijgen. Ik zie je weer in de volgende vlog. Hou jezelf taai. Hou jezelf sterk in deze tijd. Borstkas vooruit. Blijf goed ademen. Kijk recht vooruit. Rug recht. En vergeet niet op tijd te slapen. Je weet wat ze zeggen in de velden. Ja, man. Je weet wat ze zeggen in de velden, man. Ciao.